Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een opruimvideo voor jullie. Ik dacht, 2021 kunnen we niet beter beginnen dan dat we alles lekker gaan opruimen, organiseren, cleanen, wegdoen uit ons leven. Dus mijn kast is daar zeker een goed voorbeeld van waarbij we het kunnen toepassen. Leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag mijn kledingkast opruimen. Het is hoog nodig. Zoals je kan zien, kan die niet eens dicht. Ik ga het straks allemaal laten zien. Je gaat je kapot schrikken. Het is echt niet te doen. Gewoon, kan echt niet. Dus heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En doe gezellig mee, zou ik zeggen. Dus, mijn kledingkast kan niet dicht. Deze kast komt van de IKEA, geloof ik. Ik heb hem echt al vet lang. Heel eerlijk heb ik eigenlijk een te kleine kast voor mijn kleding. Het is echt heel erg. Maar wel de realiteit. Ik heb heel veel kleding. En eerder zocht ik denk ik wel elke week mijn kleding uit. Omdat er gewoon zoveel binnenkomt en weinig weggaat. Dus elke week zocht ik eerder mijn kleding uit en deed ik ook heel veel weg. Maar ik heb het nu denk ik al een maand niet gedaan. Dus het is echt verschrikkelijk. Ik ga het laten zien. Dus laten we beginnen met de video. Doe gezellig mee. Helemaal goed om alles op te ruimen. Lekker een frisse start van 2021. En we gaan kijken wat er weggaat en wat niet. Alles wat weggaat ga ik onderscheid in maken met wat ik ga doneren. Geloof me, ik doneer heel veel in mijn leven. Dus dat komt zeker goed. Dus of het gaat echt naar een donatie gedoneerd. Of ik geef het nog een ander leven aan iemand voor een goed klein prijsje. Dus wat ik verkoop gaat op mijn Instagram account staan. Daarop doe ik eigenlijk maandelijks wel een closet sale. En die kun jij dus eventueel bemachtigen als je dat wil. Hoe je dat doet, volg me even op Instagram. Dat is @floordelver. En daar ga ik in mijn stories vanavond om 8 uur. Spannend! Ga ik het verkopen. Dus mocht jij iets voorbij zien komen en dat wil je, ga naar Instagram. Wacht om 8 uur. Dan gaat alles live in mijn stories. Een closet sale. Regels en alles staat in mijn stories vermeld op dat moment. En dan kun jij hem wellicht bemachtigen. Wees er snel bij, want het is altijd heel snel uitverkocht. En laten we nu echt beginnen, want het is echt een mega lange intro. Goed, mijn kast. Hij kan dus niet dicht, omdat heel veel uitpelt. Op de grond, hier, ligt een heleboel wat ik van mijn kamer heb verzameld. Wat dus ook in de kast moet. En we gaan hem gewoon openen. Dit is mijn kast. Ik heb hier een vak. Ik heb hier hanggedeelte en hier allemaal vakjes. Tactiek. Wat is mijn tactiek? Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met het hanggedeelte. Want als ik dit zie, stoort me er enorm aan. Dus ik ga even inzoomen. Nou, dit is mijn hanggedeelte. Ik heb echt allemaal verschillende soorten hangers. Het liefst heb ik alles hetzelfde, maar helaas. En de helft hangt. En hieronder, ik zou het wel even laten zien, heb ik allerlei dingen ingepleurd. Goed, we gaan dus beginnen met de hangers. En zoals je kan zien heb ik hier allerlei dingen ingepleurd omdat het niet meer past. Maar ook echt gewoon in de mom van in en snel de deur dicht. Want anders dan valt alles eruit. Dus, dit is echt vreselijk. Ik zie nu alweer door de bomen het bos niet meer. Maar echt vreselijk. Heel veel dingen van, een pakketje die ik laatst heb opgestuurd gekregen. Dat ik denk, oh ja, dat pleur ik even daar. Dus, goed, ik ga beginnen met het hanggedeelte. En dan gaan we gewoon verder en gaan we daarmee starten. Lijkt me het beste. Gewoon beginnen. Ik ga beginnen met het hanggedeelte. Ik begin gewoon aan deze kant. Ik merk dat ik heel veel kledingitems heb wat ik niet meer draag. Dus dat moet ik gewoon van mezelf wegdoen. En let's start. Dit stond ook op kleur, maar dat is ook al een beetje vervaagd. Oké, dit is een blouse. Die ga ik houden. Heel erg leuk van Naked. Een lege hanger. Oh nee, dit topje. Ja, die vind ik echt leuk. Die hou ik. Oh, kijk. Dit vind ik dus echt verschrikkelijk. Dit soort topjes. Oh mijn god, een bel. Mensen. Dit is dus de realiteit.
pakketje. En ik zou begon niet weten wat het is. Ik ga het gelijk even openmaken. Oh, Shein. Ik denk dat er nog meer pakketjes komen. Oké, dit is voor een aparte shoplog. Shein shoplog komt er dus nog aan. Maar dit lijkt me niet alles, want 16 items in een zakje. Lijkt me niet helemaal goed, dus ik wacht nog op de rest. Dus dit moet 16 items ook nog in de kast uiteindelijk. Dus we moeten veel ruimte gaan maken. Dit topje, die vind ik dus eigenlijk echt heel schattig. Maar ik draag hem niet zoveel. Maar dat is nu, het is ook nu winter, dus ik hou hem wel. Een Bordeaux topje, die vind ik ook leuk. Die is handig. Een vest, mijn favoriet. Dan deze roze spijker jas. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Hij is een beetje cropped. Maar het probleem is, ik heb hem nog maar één keer aangehad. Ga ik dit nog aandoen? Maar ik vind hem wel heel leuk. Oh, kijk, dat is het gezeik. Deze moet ik even bewaren. Het is roze. Ik hou van roze. Vestje, die hou ik ook. Die hou ik denk ik ook. Kijk, dan heb ik weer zo'n leuk jasje. Die heb ik nog nooit aangehad. Volgens mij zit het kaartje nog aan. Nou, gaat wel lekker. Net zoals deze. Deze heb ik ook nog nooit. Oh, fuck. Aangehad. Heel groot jasje, maar dit vind ik leuk in de zomer. Dit zijn twee shirtjes van mijn vriend. Die haal ik er lekker uit. Die geef ik even weer terug. Geen plek voor. Dan deze Spencer. Ja, heel erg leuk en aardig. Maar ik ga deze wegdoen. Ik heb hem één keer aangehad. Hij is heel groot. Met een blouse eronder. Maar heel eerlijk, ik lijk er echt een beetje van. Jammer. Oh, die kuthanger. Dan heb ik dit sweatshirt. Shein. Nog nooit aangehad. Deze hou ik. Kerstjurkje. Wat is dit? Zo, fuck de helft. Ga ik mee. Oh, dat moet echt zo ver weg. Wordt helemaal lijf. Wat is dit? Fashion van Chiquelle. Die vind ik echt leuk. Die hou ik. Deze is ook zo leuk. Dit is een heel leuk zomerjurkje van Lovies. Hij heeft een zilver draadje doorheen. Mooi beige. Maar ik heb hem afgelopen zomer niet gedragen. Terwijl ik hem echt helemaal aan het einde vind. Dus ik moet hem wel weer gaan dragen. Oh mijn god. Alles valt. Oh. Deze blouse. Niet gedragen uiteindelijk. Wel weer leuk met een leren legging. Maar ja. Ik draag het niet. Ik laat het nog even hangen. Ik ga straks nog een keer streng doorheen. Dit. Een wit shirtje. Basic dit shirtje houden. Shirt. Oh ja, die is wel leuk met dat beige broekje. Dan heb ik nog een geweldig beige blouseje. Deze is heel groot en lang. Deze vind ik echt geweldig voor ook in de zomer boven je bikini. Dus deze wil ik sowieso houden. En dan ga ik deze helaas wegdoen. Deze van de Zara. Next. Deze van Shein ga ik ook wegdoen. Ik heb hem uiteindelijk helemaal niet gedragen. Dus dan weet ik dat ik dat ook niet ga doen. Heel leuk sweatshirt in een beige gaat weg. Oh ja, deze vind ik heel leuk, dit blouseje. Maar die draag ik eigenlijk ook nooit. Ik moet echt meer dragen. Dan nog zo'n spijkerjasje. Wel heel leuk met franjes. Die wil ik ook nog wel houden. Hangers. Deze gaat weg. Ik heb dus weer zo'n Spencer ding met een colletje. Die is nog helemaal nieuw, nooit aangehad. Ja, ik ga hem wegdoen, want ik draag het niet helaas. Kaartje zit er nog aan. Witte blazer, altijd handig. Die is handig om te hebben. Deze vind ik echt helemaal aan het einde. Dit zwarte grote topje. Heel leuk voor de zomer. Wat is dit? Oh ja, zo'n off-shoulder ding. Die hou ik ook. Hier zit het kaartje nog aan. Dus dan moet ik even kijken wat ik hiermee doe. Deze ga ik wegdoen. Dit is zo'n crop topje van Naked. Zit een kaartje nog aan. Ik draag geen crop topjes meer. Dus niet echt. Dus die gaat weg. Ja, dit is dus weer heel moeilijk. Dit is een glittertop met een knoop. Iets wat ik niet echt meer draag. Maar ik heb er dus een bijpassende broek bij. En dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, ik heb het afgelopen kerst of zo ook niet aangehad. Dus deze ga ik wegdoen. Oh mijn god, die was echt duur. Van de kostes. Een zwart spijkerjasje met scheuren. Ik draag dit eigenlijk ook nooit. Nooit aangehad nog. Maar wel handig voor in de zomer. Gewoon een zwarte. Deze This Girl Needs Wine had ik met Douwpop aan. Was echt geweldig, Douwpop. Maar ik ga deze wegdoen. Ik draag het niet meer. Oké, dit heb ik nu over. Ik ga dit even op kleur hangen. En dan komen er waarschijnlijk nog allemaal dingen bij. En dan ga ik er nog een keer doorheen. Want alles wat op de grond is, wat ik aan de onderkant eruit heb gehaald, moeten we waarschijnlijk nog bij. Dus op kleur.
Zo, het ligt op kleur nu. Zwart, wit, beige, blauw spijker naar roze rood. Dus nou ga ik de rest doen. Wat is dit? Oh, dit is weer een leuk sweatshirt. Ja, deze vind ik echt wel heel leuk. Deze van Zavool. Maar aan de andere kant heb ik hier ook een grijze van Shein. Dus welke vind ik dan leuker? Moet ik kiezen? Dat kan ik niet. Dus deze leg ik er lekker bij in. Oh, dit zijn allemaal dingen waar ik nog even moet passen. Een witte chillbroek van Chiquelle. Die moet ik überhaupt nog even passen. Dus die ga ik even aan doen zo. Om te kijken of die past. Een verzendzak. Dit is een heel leuk truitje van Chiquelle. Die ga ik ook nog even passen straks. En als die niet past, gaat die weg. Helaas. Maar ja, ik moet het wel passen. Dan dit hele leuke zwarte blouseje van Lovies. Met gouden glitters. Die hou ik absoluut. Oké, dan heb ik hier een heel erg leuk deze body. Maar ik vind deze echt prachtig, ook met dat doorzichtige hier. Maar deze ga ik wegdoen, want die kleur staat mij gewoon niet. Ik word er heel bleek van, dus die gaat weg. Deze gaat in de was. Dit is een shirt van Azuka, die ga ik ook wegdoen. Die is nog heel mooi wit, maar ik draag hem niet. Eigenlijk draag ik deze ook nooit. Dus deze ga ik even in de was doen van Levi's. Zit een klein vlekje op en dan ga ik hem denk ik verkopen. Als dat vlekje eruit gaat natuurlijk. En nog een blazer. Die vind ik absoluut handig om te houden. Dan heb ik nog zo'n topje. Die heb ik net nieuw. Dus die vind ik heel erg leuk. Die ga ik lekker houden. Is de onderkant al leeg? Nee. Oh, kijk, de gaten is weer. God, wat een gezeik. En dit wil ik dan ook niet gaan vouwen en ergens leggen. Want hier zitten gewoon mijn shirtjes en vestjes en dingetjes. Als ik dat dan ergens anders neerleg, dan vergeet ik dit item. Dus die moet ik gewoon ophangen. Oké. Okay. Dan nog iets nieuws. Wat is dit? Een vestje van Naked. Deze ga ik wegdoen, want ik draag het niet. Kaars zit er nog aan. Voor zo'n cardigan. Die gaat weg. Oh ja, deze Spencer wil ik wel houden. Vind ik leuk met een zwart coltruitje eronder. Die is niet zo lomp. Dan dit sweatshirtje van Shein. Of Zavool bedoel ik. Die ik net nieuw, maar helaas niet helemaal wat voor mij en hoe ik het had bedacht. Dus deze ga ik ook wegdoen. Kaars zit er nog aan. Nou, het hanggedeelte zit erop. Er past echt nog best wel veel in. Maar ik wil het niet te vol maken. Dus hier ben ik wel blij mee. Ik ga nu naar de onderkant van de kast. Want er ligt hier ook nog van alles op de grond. En ja, we gaan het gewoon doen. Ik ben even bij gaan zitten. Uiteindelijk wil ik deze onderkant alleen met joggingsbroeken houden. Dus die haal ik even uit. En ik heb hier... Oh god, hier ligt ook nog van alles. Oh, dit is echt... Dit is echt niet normaal. Is dit alweer? Goed, oké. Even orde maken. Ik heb hier een tas met bikinis. Dat ga ik nu niet uitzoeken. Vind ik helemaal gescheten. Die leg ik hier achterin. Dan heb ik hier twee bakken. Eén met wollen sokken. Dat is wel gewoon chill om lekker zo te houden. Dus die leg ik daar ook bij. En één bak waar ik altijd mijn leggings en chill kleding in heb. Dus... van die setjes. Van die lounge setjes. Dus die ga ik weer vullen. Dan de joggingsbroeken. Witte van Chiquelle. Absoluut favoriet. Ik vind al die joggingsbroeken van Chiquelle echt helemaal het einde. Dus die ga ik allemaal houden. Paars heb ik. Ik heb volgens mij alle kleuren behalve de mint. Die heb ik toen wel weggedaan. Maar op zich kan ik die wel weer een keer halen. Want ik vind ze allemaal heel chill en leuk. Deze joggingsbroek ga ik wegdoen. Deze is van Naked. Deze bruine. Die heb ik één keer aangehad of zo. Dus die gaat weg. Adidas, die hou ik. De roze, mijn favoriet. Nou, en deze grijze is eigenlijk best wel oud. Dus die ga ik ook wegdoen. Nou, dan is de onderkant echt top. Dan ga ik nu verder naar de bovenkant, naar de truien. Kijk hoe top dit is. Helemaal weer netjes. Het hanggedeelte ook. En dan gaan we nu door naar dit. Hier horen alleen truien te liggen. Ik heb iets te veel broeken waardoor de broeken ook hier liggen. Dus dat moet even uitgezocht worden. Nou, de broeken haal ik sowieso al even weg. Dan gaan we verder met de trui. Ik heb hier een panty, die leg ik hieronder. Oké, dit wordt echt een eindeloze struggle, want ik hou van truien, maar ik draag lang niet alles, dus daar moet verandering in komen. Ik heb hier eentje van Shein. Ik vind deze heel mooi, maar ja, het is echt een beetje zo'n zweetstofje, dus deze ga ik wegdoen.
Dan deze. En deze hoort bij een rokje. Dat is zo'n setje. Dus die hou ik. Want die is van Guts & Gusto. Heel erg leuk setje. Zo los zou ik hem niet dragen, maar in het setje wel. Nou, deze hou ik sowieso. Deze is van Subdued. Hele chille hoodie. Dan heb ik dit witte truitje van Naked. Die hou ik ook, want ja, een witte trui is altijd handig om te hebben. Ook al heb ik hem niet aangehad. 1 keer voor een video. Deze van Colorful Rebel hou ik sowieso. Die vind ik echt heel leuk. Oké, dan doe ik de dikke trui daar. Deze denk ik wegdoen. Omdat ik het gewoon niet gemakkelijk vind zitten. Heel veel vragen naar gekregen. Deze trui, heel leuk. Hij is mega zacht. Met franjes, maar bij mij gaat hij ook heet het omhoog. Ook een beetje naar van. Dus ja, ik moet kiezen. Ik kan niet helaas alles houden, dus die gaat weg. Dan ga ik deze ook wegdoen. Deze is echt, als je op skivakantie gaat of zo, ideaal. Dit is een hele grote trui van Chiquelle. Heel lekker met een mega kool. Kijk dan. Die kun je dan een beetje zo vouwen. Zit het kaartje nog aan, die ga ik wegdoen. Ja, en dan deze van Colorful Rebel. Dit was een best wel dure trui. En die heb ik toen bij mijn werk een jaar geleden gekocht. Met franjes, maar ik draag het gewoon niet meer. Als ik hem aan heb, voel ik me ook niet meer helemaal mezelf of zo. Ik weet niet hoe dat kan. Dus ik ga deze denk ik wegdoen. Hij is nog heel mooi. Heel duur was hij ook. Hij is heel lekker zacht en dik. Oh mijn god, deze ga ik met pijn in mijn hart wegdoen. Oké, jammer. Oké, dan al deze die horen bij de joggies pakken van die joggies broek van Chiquelle. Die hou ik allemaal, want echt, ik draag ze echt bijna elke dag. Dan deze Costas trui. Ik heb deze net nieuw, maar eigenlijk vind ik hem heel saai. Dus ik snap niet helemaal waarom ik hem heb gehaald. Maar ja, hij is wel echt heel lekker zacht. Dus die hou ik nog wel. Zo. Huh, waar zijn de rest dan? Van de trui. Oh, ik heb heel veel weggedaan natuurlijk. Top! Okay, dan heb ik hier nog een hoodie op de grond liggen. Wat onder de kast vandaan kwam daaronder. Ligt hier een hele stapel. Deze, die hou ik sowieso. Dus een hele chille beige kleur. Mega zacht. Echt de beste hoodie is dit. Van Costas. Dus die hou ik sowieso. Beetje hetzelfde als deze. Maar dit is een ander soort. Maar wel dezelfde kleur. Deze komt van Naked. Dan mijn favoriete sweatshirts komen eraan. Echt helemaal verliefd op. Deze van Chiquelle. Deze is echt mijn fav. Dus die hou ik absoluut. Ik vind deze echt helemaal het einde. Oké. Mijn goal is dat dit vol komt en niet hiervoor nog dingen komt te liggen. Als dat wel het geval is, moet ik dingen wegdoen. Hier mijn Alex de Label sweater. Heel eerlijk. Deze. En dan met die ontour. Hij is leuk. Hij is duur. Ik snap niet echt waarom ik hem heb gehad. Hij was 90 euro of zo. En als ik het vergelijk met al mijn andere truien. Bijvoorbeeld die van Chiquelle. Dat is ook een sweatshirt. Die is super zacht. Heel dik. En dit is eigenlijk helemaal niet zacht en dik. Het zit hem helemaal niet zo chill als die trui die ik heb. Dus, maar ik vind hem wel heel leuk. Daar niet van. Maar het stofje qua zachtheid en dikheid vind ik eigenlijk echt heel erg tegenvallen. Dat is gewoon mijn mening. Ja, ik hou hem wel. Nou, de truien heb ik erin. Ik geloof niet dat dit alles is, want het kan gewoon haast niet. Dus ik denk dat er nog wat in de was ligt, maar er past echt nog heel wat bij allebei. Dus ik ben eigenlijk echt helemaal te spreken hierover. Dan gaan we nu naar die kant. Dat wordt nog een ding. Ondergoed zoek ik straks zelf wel even uit. Ga ik ook heel veel voor weg doen, want dit kan natuurlijk helemaal niet zo doorgaan. Broeken vind ik lastig. Dit is... Oh, er komen er al wat meer bij. De broek die ik bedoel, die hoort bij dat Costas shirtje die ik wegdoe. Maar deze broek vind ik dus echt helemaal het einde. Zo'n wijde. En daar heb ik zo'n heel leuk topje bij. Die er ook bij past. Dus pure toeval. Dus deze hou ik wel, want die vind ik gewoon echt leuk. Het is mijn favoriete leren broek. Die hou ik ook. Okay, wat is dit? Dit is een beige broek die ik echt, zo'n pantalon, helemaal het einde vind. Ik moet zeggen, ik heb hem nog maar 1 keer aangehad. Dus ik moet dit soort dingen gewoon echt vaker dragen. Ja, deze ga ik wel houden, want het is echt de perfecte lengte ook. Wat is dit? Oh ja, dit is mijn... Deze was ik al kwijt. Het is namelijk zo'n broek met een split aan de onderkant. Zo'n spijkerbroek met split. Deze hou ik wel. Die zat ook heel erg lekker. Dan, wat hebben we hier? Oh ja, de zwarte flare. Die hou ik. Deze is ook heel tof eigenlijk. Veel te vaak gedragen. Of veel te weinig gedragen. Zo'n kastanjerode leren broek. Dan, oh ja, de perfecte pantalon zwart. Die hou ik absoluut. Die is echt...
Niet normaal mooi. Hetzelfde geldt voor die. Die past bij de blazer. Wat hebben we hier? Oh ja, dit is ook mijn geweldige favoriete spijkerbroek. Deze met die splashes van Shein. Ook heel erg leuk. Deze ga ik weg doen. Ik draag hem niet. Deze My Jewelry flare broek in het beige. Die ga ik weg doen. Ik draag het niet meer. Die ga ik ook weg doen. Die draag ik ook niet meer. Het is van Naked. Gewoon een boyfriend jeans. Helaas, helaas. Met pijn in mijn hart. Oh, wat is dit? Oh ja, deze ook wel. Hele mooie boyfriend gescheurde van Naked. Dan heb ik deze. En deze ga ik weg doen. Maar ik vind het een beetje lastig. Want deze broek is heel erg mooi van Naked. Maar hij heeft scheuren. En deze kant is wel wat verder uitgescheurd, zoals je kan zien. Dus ik ga deze voor een goedkoop prijsje wegdoen. Maat 36. Maar ja, zelf draag ik hem gewoon niet meer, omdat ik de kleur niet zo mooi vind bij mezelf. Maar weet dat één knie wat meer uitgescheurd is. Niet storend, kan gewoon nog steeds. Maar is gewoon wat verder uitgescheurd en dat hoort officieel niet. En dan heb ik deze leren broek, maar ik denk dat ik deze weg ga doen. Omdat hij net wat aan de korte kant is bij mij. Ja, deze ga ik wegdoen. Van Naked, maat 36, één keer aangehad. Heel erg goede broek is dit, niet normaal. Een basic broek. Die wil ik wel houden. Die vind ik heel erg mooi. Dan heb ik nog deze van de Zara. Die ga ik ook houden. Dat is zo'n leren pantalon. Nou, er kan zelfs nog wat voor. Dit is niet normaal. Oké, dan ga ik naar dit hier. En dit vind ik een lastig vakje, omdat er echt topjes in zitten. Waarvan ik denk, oh, dat is altijd handig voor in de zomer. Maar het is echt opgestapeld. Ik weet niet eens wat er allemaal in zit, dus we gaan even kijken. Deze heb ik eigenlijk nog nooit aangehad. Maar die is wel heel leuk gebreid, dus die haal ik wel. Deze zeg ik nu elke keer dat ik hem aan moet doen, maar dat doe ik niet. Dus deze ga ik wegdoen. Zo'n crop top met zwarte glitters. En die is van Most Wanted. Die gaat weg. Mijn lievelings, die hou ik. Ja, deze ga ik wegdoen. Dit is een body van de Zara. Beetje gebroken wit. Die ga ik wegdoen. Maar dit vind ik handig met jasjes, dus die hou ik wel. Dit is dat kroptopje die heel mooi past bij die broek die ik hou. Dus die hou ik sowieso. Zit het kaartje nog aan, die moet ik even uitkippen. Body houden. Deze topjes van de Chiquelle absoluut houden. Oké, deze ga ik wegdoen. Dit beige hemdje. Die heb ik één keer aangehad. Draag ik niet. Wat is dit? Nog een body. Deze ga ik ook wegdoen. Zo'n body. Oké, het vakje is uitgezocht. Dan gaan we naar de volgende. En die vind ik heel lastig, want daar zitten al mijn jurkjes en rokken in. En dat is gewoon te veel. En er liggen hier nog heel veel op de grond van kerst en zo. Dus dat moet er eigenlijk ook nog bij. En nu past het al niet. Dus daar moet ik echt wat dingen van wegdoen. Met pijn in mijn hart. Maar goed, we gaan beginnen. Dit leren broekje van Colorful Rebel met franjes, die hou ik. Die vind ik echt helemaal het einde. Dan, wat heb ik hier? Heel leuk jurkje van Chiquelle, die hou ik. Deze hou ik. Dit broekje is leuk, hou ik. Ja, deze ga ik denk ik weggeven aan mijn zus. Deze hou ik. Deze ga ik wegdoen. Die zit me helaas te strak. Echt prachtig jurkje. Nooit aangehad. Maatje M. Zwart velvet. En dan loopt hij zo naar beneden. Dus die gaat weg. Oh ja, die hou ik. Die hou ik ook. Oh mijn god, nu komen echt wel de zomerdingen. Oh ja, dit is een heel leuk jurkje. Die moet nog even passen. Hoe leuk. Maar die hou ik. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Dit is een lange rok. Die ga ik weg doen. Deze is wel heel mooi, die hou ik. Deze is van Naked. Heel erg leuk jurkje. Hou ik. Dit rokje hoort bij dat topje die ik heb in de kast hangen. Deze, die hou ik ook. Van Zara. Dit setje is heel leuk, die hou ik. Wat is dit? Oh ja, dit is een hele mooie jurk. Oh mijn god, dit is echt mijn favoriet. Die hou ik sowieso. Dan hebben we nog. Wat is dit? Oh ja, een broekrokje van de Zara. Die moet naar boven hierachter. Dan, dit jurkje vind ik een heel mooi kleurtje. Deze. Die hou ik. Oh ja, die hou ik ook. En deze hou ik sowieso. Zoals je ziet, veel houden. Ik ga even indelen in zomerjurken en jurken wat ik eventueel nu al zou kunnen dragen. Thank you.
zoals je kan zien zit hij alweer vol. En ik heb hier echt nog wel, nou ja, veel liggen. Hè? Voornamelijk ook, ja, kerstjurken. Echt met glitter en pailletten. Dus ik denk dat ik die apart hou. En in een bak ga doen voor volgend jaar of zo. En deze. Ja, deze ga ik denk ik wegdoen. Ik vind hem heel leuk, maar ik heb gewoon geen plek meer. Dit is een zwart rokje met gouden pailletjes erop. Van My Jewelry. Die gaat helaas weg. En deze ook. Deze begrijp ik niet helemaal. Deze is van Savoon. Die had ik aan in een video. Of tijdens een video gekregen. En ik dacht, wat, hoe werkt dit? Dus die gaat ook weg. Ik weet dat ik het dan gewoon niet ga dragen. Oké, dan heb ik hier nog een shirt liggen. Deze gaat in de was. Top, dan is deze klaar. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is sport. En dat pelt ook uit. Oké, sport. Hierin heb ik een systeem. Ik haal even alles eruit. Ik heb hier namelijk twee bakken in. Eén doorzichtige met sport-PH's en eentje waar ik topjes in doe. Maar dat is een beetje fout gegaan, zoals je kan zien. Ik denk dat ik hier niet echt iets van weg doe, want ja, het is altijd wel handig om te hebben. Ja, ik denk trouwens wel dat ik wat weg doe. Want ik draag eigenlijk alleen nog maar sport-PH's die echt met zo'n beetje een vulling, dan hou ik de vulling ervan uit. Maar die heel strak zitten. En ik heb wat van die sport-PH's die ik tijdens acro en turnen, toen ik dat deed, droeg. Waar je dan vaak een BH nog onder doet, omdat het gewoon simpelweg te groot is. Nou ja, die pas ik gewoon niet nu. Ik vind het fijn als het gewoon wat strakker zit. En dit zit eigenlijk best nog wel los als een topje. En daar heb ik eigenlijk best wel veel van. Deze ook is heel mooi met gaas. Dus ik ga dit allemaal in één setje. Dus je kan het niet loskopen. Maar dit hele setje met sport-PH's kun je kopen. Dus die ga ik wegdoen. Dat is goede herinneringen. Maar ja, het liefst heb ik alleen nog maar zulke. Dit is echt de bom. Deze is van de Hema. Lichtroze. Echt helemaal geweldig. Nou, de sportdingen zijn ook uitgezocht. Hier dus de sporttopjes en hemdjes. Hier mijn leggings en daarachter de BH's. En dan ga ik nu door naar mijn pyjama gedeelte. Maar daar gaat niks van weg. Dan ga ik gewoon even opruimen. Oh my god. We zijn eindelijk klaar. Check dit. Ik heb dit nog nooit gehad. Dit is allemaal over. En dit zijn allemaal hangers die over zijn. Echt bizar. Ik heb zelfs plek nog bij mijn truien. Bij mijn broeken kan er nog een plekje voor. Nou. Ik heb trouwens ook nog heel veel ondergoed. En BH's weggedaan waar ik gewoon niet chill vind. Dacht ik, yo. Dus we zijn gewoon klaar. Ik zal jullie de ravage even laten zien. Dit is alles wat weggaat. Geloof me, dit is echt oh, niet normaal. Dat daar moet opgeruimd worden. Dit gaat terug naar mijn vriend. Maar deze stapel hier gaat allemaal weg. Het is echt toch helemaal bizar. Ik zou zeggen, hou zeker de closet sale vanavond in de gaten. Echt niet normaal. Dit komt er allemaal op te staan. En dit gaat nog in een bak met kerstdingen. Dat moet ik nog even verzinnen. Ik denk op zolder. Maar goed, dit gaat allemaal weg. Niet normaal. En dan is dit mijn kast. Dit wat daar ligt ga ik nog even passen van Chiquelle. Hij is dicht, jawel. Tadaa. Dit is toch top. Nou, dan heb ik dit nog aan. Getrokken van Chiquelle. Om te kijken of ik het nog of überhaupt past. Dit zijn de nieuwe dingen die ik heb gekregen. Echt heel chill. Dit truitje pas ik sowieso, dus die hou ik ook. Maar, en deze chill broek. Echt, I love it. Qua lengte is die echt perfect. Echt zo'n wijde, dikke broek. Volgens mij schijnt hij een klein beetje door. Maar voor thuis is dit echt helemaal top. Dus ik zou deze producten even, of deze items even in de beschrijving linken van Chiquelle. Ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Maar dat deel ik wel in de beschrijving. Dus check dat even. Nou, en dan is nog deze sweater. Ik heb hem een klein beetje onder mijn BH gestopt. Maar dit is echt de lekkerste sweater. Ik heb hem dus de afgelopen dagen elke dag al aan. Hij is heel lekker dik en zacht. En echt zo'n lekker sweatshirtje. Ik zal hem even laten zien hoe die normaal valt. Echt het beste ever. Dan is dit dus nog mijn Instagram. En hier zo bij mijn highlights. Even kijken. Heb ik de closet sale staan. Daar kun je op klikken. En daar zou ik ook alle items nog toevoegen. Dit zijn de regels. Dus vanavond komt dat online om 8 uur.
En hier staan ook nog wat andere items in die je eventueel nog kunt beschikken. Dus check even die highlight. Closet sale voor andere items. Daar staan er nog een paar in. En de nieuwe items komen daar ook in terecht. En mijn Instagram is @floordelver. Kastje dicht. Is helemaal opgeruimd. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze opruimvideo. Ik hoop dat jullie de inspiratie uit hebben gehad. Check dus even de closet sale op mijn Instagram. Dat is @floordelver. Daarop gaat alles vanavond om 8 uur live. Vergeet dat niet, 8 uur. Ik ga niks reserveren van tevoren. En degene die het eerst is, die heeft geluk. Dus ja, alle maten zijn ongeveer die ik ga verkopen. Misschien een uitzondering van een maat 34, maar voornamelijk 36 en 38. Dus ja, check dat even. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Succes met het opruimen. En dan wens ik jullie een fijne dag nog. En dan zie ik jullie tot vanavond met de closet sale. En tot de nieuwe video. Doei doei!